Bij de potmarge ken je een mooi blokje om. En juist op dit plak, dat ze volle hoenenleefhavers kuieren, is de derde pup juster voen. Geert Tonen van de dierenambulance maakt het beestje uit het wettervisje. Nou, hier lag dus gisteren die hond waar we bij geroepen zijn. Die lag hier in het water. Het beestje was onthoofd en zijn ribbenkast was open gesneden en al zijn ingewanden lagen eruit. Die lagen naast het diertje. Ik zit nu 2 jaar bij de dierenambulance, dat heb ik nog nooit gezien. Het is net duidelijk of het hoentje voor of na zijn dier saf verminkt is. Nou ja, wat ik toen dacht, dat kan niet op tv, maar ja, het is, je denkt bij eigenlijk, welke idioot doet zoiets? Wie vermengt een diertje zo en dumpt het hier dan? Hoenenbezitters uit de buurt binnen verbjusteren toch het nijs. Ja, daar word ik heel verdrietig van. Ook kwaad. Ja. Ja, echt heel kwaad. De politie pakt deze zaak heel serieus aan. Op Facebook roepen ze tjoegen op om haar te melden. Er kwamen tuzenen emotionele reacties. Maar dat er ook wat broekbers tussen zit. Nou, die zijn we nu aan het uitzoeken, want je begrijpt 3000 reacties, dat is heel erg veel. Die bekijken we allemaal om te zien van, of ze bruikbaar zijn voor ons. En mochten er toch nog mensen zijn die niet hebben gereageerd op Facebook, maar die net als wij zo'n ernstige zaak vinden, dan kunnen ze bellen met 0900 8844. De dierenambulance wil het beestje graag nog de laatste ere bewijzen. We hebben een actie op touw gezet, omdat wij toch graag willen dat het diertje gecremeerd wordt en uitgestrooid wordt. En dat is dus €60, zo'n crematie. Dus als mensen zich geroepen voelen om te doneren, dan heel graag.